Je ziet dat dit klap van geen kanten. Dat dit van geen kanten. Daarom is het een politiek proces. Maar dit politiek proces moet geen consequenties hebben... voor het land Suriname. Een politiek proces, noemt Desi Bauterse het. Het strafproces tegen de oud-president over de decembermoorden in 1982. Ik vind van dat, dat ding al jaren is gebeurd. Waarom ga je iets van jaren wakker maken dan? Nou, dat ding gaan Het begint allemaal hier in Fort Zeelandia, december 1982. 15 tegenstanders van het militaire regime van Bouterse worden hier gemarteld en vermoord, omdat ze volgens Bouterse een coup aan het voorbereiden zijn. Deze machtsovername was erop gericht om een situatie te herstellen waarbij een kleine economische elite aan de macht zou komen... die de belangen van arbeiders, landbouwers en brede lagen van ons volk met de voeten zou treden. Jarenlang wordt er over de decembermoorden gezwegen. Pas in het jaar 2000 wordt er op aandringen van de nabestaanden een gerechtelijk onderzoek gestart... waar ook de lichamen van de slachtoffers voor worden opgegraven. Ik vind het verschrikkelijk eigenlijk, maar uh, in het belang van het onderzoek... Zeg ik, uh, dan moet het wel. Leslie was zelf erg dapper en uh, hij zou zeker hebben toegestemd. Dus uh, dan moet het. In 2007 begint het strafproces tegen Bouterse. Maar ondanks dat wordt hij in 2010 toch gekozen tot president van Suriname. Zo waarlijk, help mij God. Hel Bouterse wordt door de Krijgsraad twee keer veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Eerst in 2019 en nogmaals in 2021. Maar Bouterse blijft hetzelfde zeggen. Hoe weet je dat het allemaal een politiek tic spelletje is? Bouterse heeft ondanks twee vonnissen nooit in de gevangenis gezeten. Maar woensdag doet het Hof van Justitie uitspraak en daartegen is geen hoger beroep meer mogelijk. Bouterse zelf riep gisteren op tot kalmte. Het heeft geen zin dat de zaak hier uit de hand gaat lopen. Wij. Geen van allen, geen van ons allen, hebben er baat bij. En in de studio is Gerard Spong. Fijn dat u er bent. Vanavond, u kent de geschiedenis van de decembermoorden als geen ander. U heeft ook het OM in Suriname geadviseerd op dit gebied, maar u kent ook slachtoffers goed. Eerst even uw reactie op Boutersen gisteravond. Hij roept op tot kalmte, maar tegelijkertijd zegt hij dit is een politiek proces. Hoe luistert u hiernaar? Nou, hij zendt eigenlijk een dubbele boodschap uit. Aan de ene kant roept hij op tot kalmte en, uh, enzovoort enzovoort. En zegt hij dat hij de wet wel zal respecteren. Is hij trouwens verplicht, want niemand staat boven de wet en hij al helemaal niet. En, uh, maar aan de andere kant zit er toch een onverholen dreigement in naar de rechters toe. Hij heeft kennelijk niet in de gaten dat dat vonnis al lang kant en klaar ligt... Uh, en dat rechters zich zeker niet op deze wijze laten beïnvloeden. Uh, er zijn twee rechters die hebben hem twee keer al tot twintig jaar veroordeeld. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit de derde keer. Anders zou zijn. Nee, u gaat er echt vanuit dat het, het vorige vonnis bevestigd wordt. Want er zijn maar twee smaken: hè? of dat vonnis wordt bevestigd eh, en dus veroordeling, of het vonnis wordt eh, vernietigd. Maar u gaat uit van veroordeling. Ja, ik, denk, ik vind dat zeer, zeer waarschijnlijk. Ja. Het, het feit dat er na, na 23 jaar eh, procederen, of na 16 jaar procederen, geloof ik, deze, deze dag er komt, wat zegt dat over de kracht van de Surinaamse rechtsstaat? Nou, ik, ik vind het een bewijs voor een zeer vitale. Want je moet uh, niet vergeten dat de omstandigheden waaronder dit strafproces is gevoerd, die waren zeer moeilijk. Het is begonnen in een tijd toen hij president was. Dan gaan we president maar berechten, dat is ook niet uh, eenvoudig. En voor de rest uh, heeft er toch steeds een sfeer van dreiging om dat proces heen gehangen. Dus ik vind de Surinaamse rechters die tot dusver de vonden hebben gewezen. Dat vind ik buitengewoon moedige rechters. Dappere rechters. De advocaten van Boutersen zeggen dat, na de uitspraak van woensdag. stel dat het inderdaad bij een veroordeling blijft. dat ze nog naar een ander hof kunnen gaan. En dat is het Inter-Amerikaans Hof van de Rechten van de Mens. Daar zouden ze nog in beroep kunnen gaan. Dat is een hof in Costa Rica. Acht u dat kansrijk? Wel nee. Dat is een heilloze missie. Waarom? Uh, om twee redenen. Allereerst is er helemaal geen individueel klachtrecht bij dat hof. Uh, Het zijn alleen, alleen staten die daarheen. Als alleen staten en de Commissie voor de Rechten van de Mens kunnen klagen bij dat Hof. Hij kan wel via een omweg, en dat is via de Commissie naar dat Hof. Maar ja, dan moet je eerst een Commissie bereid vinden om te zeggen. er is een of ander mensenrecht geschonden. En ja, welk mensenrecht zou dat dan moeten zijn? Als er één in Suriname een voorbeeldig. En zorgvuldig strafproces heeft gehad, dan is hij het wel. Ja. De gemiddelde moordenaar zou er nog een moord voor plegen om zo'n proces te krijgen. Kortom, kansloze missie via kansloze dat hof. Missie. Dan is er nog een manier waarop hij zou kunnen ontkomen als er inderdaad een veroordeling komt. En daarbij hoort dan een uh, 20 jaar gevangenisstraf, is de eis. Um, dat zou betekenen trouwens dat hij sterft in de gevangenis. Hè? De man is nu 78. Een andere manier om daar uh, aan te ontkomen zou gratie kunnen zijn. Wat ja. zijn de mogelijkheden in Suriname wat betreft gratie? Dat is een beetje een blinde vlek. Omdat gratie is eigenlijk helemaal niet geregeld in de wet. De enige bepaling in de grondwet zegt dat de president de bevoegdheid heeft om gratie te verlenen, maar het is een volstrekt ongenormeerd instituut. Er wordt niet bijgezegd dat het een gemotiveerde beslissing is. Er wordt niet bijgezegd op welke gronden hij het kan doen. Er wordt ook niet bepaald binnen welke termijn hij die beslissing moet geven. Kortom, in Surinaams recht. Bij je eigen kom je niet veel verder. Maar je hebt wel de rechtspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Datzelfde Hof? Datzelfde Hof. En datzelfde Hof heeft meermalen tot uitdrukking gebracht en beslist dat bij ernstige mensenrechten schendingen, en dit, dat zijn deze decembermoorden, mm -hmm. dat die niet straffeloos mogen blijven. En dat dus gratie in dat soort zaken. Onmogelijk is. Totale gra uh, complete to gratie. Totale gratie is onmogelijk. En uh, dat, he dat heeft bijvoorbeeld Fujimori, de president van Peru, ja. ondervonden. Uh, dat heeft ook Carlos Menem van Argentinië, Argentinië. Uh, ondervonden. Of en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Maar uh, dat is dus uh, denk ik toch ook een. Maar dat geeft, als ik u goed begrijp, president Santoki, de huidige president, dus wel enige bewegingsruimte. Hij zou kunnen besluiten, ik noem maar wat, om hem een aantal jaar gratie te verlenen. Dat zou om, om theoretisch dat wel te kunnen. Te ja, dat zou theoretisch wel kunnen. Maar het is wel zo dat de wet dat is het enige voorschrift eigenlijk in de wet dat de president die gratie overweegt of benaderd wordt met zo'n verzoek, die moet het advies inroepen van de veroordelende rechter. Ja. 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 En ja... Dat laat zich in dit geval raden. Dat laat zich raden, ja. Als u in het hoofd moet kijken van de president Santokki... de twee kennen elkaar al heel lang. Santokki was als politiecommissaris ook betrokken... bij het opstarten van het onderzoek tegen Bouters. Het zijn geen vrienden, mag ik het zo uh, mild samenvatten. Um, hoe, hoe kijkt hij hiernaar, denkt u? En acht u gratie wat dat betreft een mogelijkheid? Nee, ik denk uiteindelijk dat uh, Santokki... die zal zeggen... Uh, ik heb meermalen gezegd dat pal sta voor de Surinaamse rechtsstaat. Nou, dat doe ik dus bij deze. Um, en het is misschien zo dat om die reden het Openbaar Ministerie eigenlijk een bevel gevangenneming heeft gevraagd. Mm. En als dat Hof dat geeft, dan zijn en uh, het Openbaar Ministerie en de president in wezen gedekt. Om te handelen over een zo'n bevel. Ja, en tenslotte, hoe verwacht u, als het inderdaad tot die veroordeling komt woensdag, dat de Surinaamse samenleving, waar u ook veel mensen nog, nog kent, uh, zal reageren? Want een deel van Suriname zegt, laat het rusten, het is zo lang geleden. Ik denk vooral de jongere generatie. En een deel denkt daar heel er aan. zal wel misschien wel een zekere uh, onlust ontstaan, maar ik schat in dat dat van zeer tijdelijke aard is. Uh -huh. en waarom? En... Nou, men heeft wel andere zorgen aan zijn kop daar. Ja. Ik bedoel, een enorme economische zorgen. Ja, ja. We gaan het uh, afwachten, uh, woensdag okay. in Paramaribo. We volgen het hier ook. Gerard Spong, dank voor uw komst. Oké, okay, graag gedaan.